Dames en heren, het is de mooiste tijd van het jaar. Het is bijna... Valentijnsdag! Nee. Het is bijna kerst. Ik heb de lekkere kerst... hoe noemen ze hem eens? Zie jij hem lekker? Zeg je dat nou? Nee. Heb je geleerd misschien? Je hoofd moet Nou, proef hem even. Mensen, voordat we gaan beginnen, abonneer op mijn kanaal. We moeten 500k halen voor het eind van het jaar. Vandaag heb ik een... Finish the lyric! Zie je wel? Is er maar één lyric of meer lyrics? Nee, meer lyrics. Maar de kerstliedjes... Gadverdamme, ik heb van dat spul mijn bek. In ieder geval, ik heb allemaal kerstnummers. Nee, en... Stop eens. For... Hij moet gewoon uitleggen. Oké. Okay. Ja, Milo, jongen. Esmer, ja. Allemaal kerstliedjes en jullie... Nee, ik heb allemaal kerstnummers en daar heb ik dan een stukje en dan gaat hij op pauze en dan moeten jullie zeggen wat daarna komt. Gewoon vind je het heel makkelijk drukken en dan mag je raden. Ik voel dat ik niet in vorm ben vandaag en ik heb al mijn reputatie en dat is heel jammer als je niet in vorm bent, want ik heb voor het eerst een prijs. Oh ja. En zo, dus, wat een doos! Ja, het is echt tandenzwaar. Ik zweer je, deze wil je echt winnen. Mensen! Oké, zijn we klaar voor de eerste? Ja. Oké, komt ie. Maar hoe werkt het nou? Want... There is just one thing I need. Hoe werkt het nou? Nou, wat hij doet. Oh, maar ik wist dit ook. Dat weet toch iedereen? Druk dan. Yeah. Oh. Dat jij dat niet wist. Oké, klaar voor de volgende? Deze keer geen memes. Oh, okay. Deze video. Wees niet alleen met kerst de tijd van het jaar. Ik ga als klaar zingen voor eenzaam. Dag op een kerst als dit. Maak de YouTubers de straten wit. Rustig aan, want het is maar sneeuw en... Ja, wat kom je daar? Dit is jouw eeuw! Maak de YouTubers de straten wit. Rustig aan, want het is maar sneeuw en leef nu dit. Ah, ja, alle punten wel. Nee, dat is niet een half puntje. Ja, maar jij wist echt, je had geen punt. Gewoon een puntje. Ik vond het goed, dat eeuw, daar ging het om. Oké, de volgende. Reddit is 1-1, hè? En echt jongens, deze prijs, die wil je winnen. Ja, oké. Het was kerstochtend. 1961, ik weet het nog zo goed, mijn konijnenhok was leeg. En daarna? Want daarna stopte ik eigenlijk wel. Oh, jij stopte nu zelf? Ja, ik stopte nu zelf. Oh. Ik mijn konijnenhok was leeg. Ja, kom maar. En ik had een... Ben jij? Je mag even doorluisteren. Ik wil doorluisteren. 1961, ik weet het nog zo goed, mijn konijnenhok was leeg en... En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. Nou. Puntje van Milan. Mijn moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. Ja, zeker. Ja. Waarom zeg je het nou? Ja, ik was te eager om te laten zien dat ik het wel wist. Ja. Ik had eigenlijk niet geweten als jij niet de eerste soort van woord van de volgende zin er nog in had geplakt. Je echt zielig lied, hè? Ja, ja. Weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg. En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Nee, de volgende is weer in een classic. Dus handen bij knoppen 2-1 voor Milan. Oei. But if I catch you now, I know you love me again. Wat denk jij? Is het Fool Me Again? Ik weet het niet. Wil je Fool of Love? Fool. Oké. Okay. Dit is mijn lievelingskerstliedje. Ja. Na Gio. What a fool I've been. What a fool I've been. En wat zei jij? Fool Me Again. Ja, er komt nog iets tussen. Ja, if you catch me again. If you catch me now, I know you fool me again. Oh, ik had van een stuk. Was wel goed, 2-2. De volgende. Ready? Ja. Dit is toch niet de Kingeloos versie, dit? Die heb je namelijk ook. Echt? Voor mij wel. Dit is hem. I'm driving home for Christmas. I'm driving home for Christmas. Even luisteren. Is het de Kingeloos versie? Ik wist niet dat jij dit kende. Oh. 3K views dit. De Olaf versie. Ja, ik ken hem niet wel, hè. Fiets naar huis voor die kerstfeest. Ja. Ja, maar dit is een punt voor mij. Ik wist dat hij bestond. Gewoon inderdaad. Ik fiets naar huis voor die kerstfeest. Oh, ik kan niet wachten op die chickie. Oh, schitterend. Man, goed beetje. 3-2. Wat een goed nummer. Ik speel toch iemand die dit soort nummers gewoon kent? Ja, hoe kan je dit nou weten? Ik wist het tekst niet. Ik wist het. Ja, maar nee, maar dit is wel soort van ergens opgekomen als meme, toch? Ja, maar elke keer als wij weer dit soort quizjes doen, heb ik weer precies hetzelfde gezegd. Ik heb deze vent gewoon weer elke random meme met 3K views kent. Oké, volgende. Tududu. The moon is bright. Dat is het toch?
Gaan we kijken. Wat? Waar staat dat right? The moon is right. The moon is left. Maar ik moet even aan de maan vragen, die heeft meestal wel gelijk eigenlijk. Nee, maar ik denk dat hij gewoon een spraakbrug heeft. Ja. Dus, moon puntje. 3-3. Right. Uitstekend. Volgende. Ready? Ja hoor. Handen op de knoppen. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hé! Zing je goed? Ik heb geen flauw idee. Hou ze. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ready? Ja. Jij hebt dit niet verwacht. Dance mode on. Doe de boekie heel de dag. Tot ik neer van de meeting moet. Lekker, jongen. Zie je kerstig. Heel kerstig. De volgende. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Fout. Wat? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Nee, het had gekund, Milo, maar het is een andere refrein. Oh. Het is namelijk. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Helaas geen punt hier. Pon? Twee punten? Nee. Ja, twee punten. Oh! Want? Ja, geen flauw idee, hij voert. Ready? Het is een Nederlandse. Oké. Oké. Zo ben ik te lul. Oh, ik heb een kutstem en ik ben een hoedenzak weg. Wacht eens op. Ik doe niet meer mee. Ja, deze ken ik wel trouwens. Ga meteen luisteren, de rest van mijn leven. Dat is niet leuk, man. Je moet ook andere liedjes luisteren. Ja, ja, precies. Komt-ie. Ja, maar dit is... Ik denk dat het is appen met wat chicks die ik tijdens kerstpa erop een suip in de stad met een kerstpa. Wat denk jij? Hier komt dat stuk, ik weet niet waarom ik hierop klik, dat we ho ho ho, Merry Christmas, dat komt hier. Merry Christmas. Gaan we nu horen, dames en heren. Oh. Ja, ja, ja. Dus 5-4. Oké. Is dat Ariana Grande even? Santa, tell me. Nee, maar hij wist niet eens dat dat het was. Maar dit kan ik niet goed rekenen. Je moet zeker de eerste zin weten. Santa, tell me if you really care. Mm, you really... Bijna. If you're really there. Ja! Oh ja, tuurlijk. Santa, tell me. Ariana Grande. Really uitstekend. 6-4. Laat voor de volgende? Ja hoor. Nou, ik weet niet. Feliz Navidad. Ja, ja, de moeder. Feliz Navidad. Ja, 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 weer kom, hè. Uno polero blanco. Nee. Zal ik hem één voor doen? Ja, ja. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años felicidad. Ja, nee, dit is goed. Gaan we luisteren. Dat is goed. Benzema! Ik ga niet Benzema! Jij hebt nou een andere nummer aangezet. Ja, dat was echt zeker niet origineel. Ja, ja, jammer, fout. Ja, jammer. 6-4 nog steeds. 6-4 nog steeds, deze? 2 punten. 2 punten alweer. Ja, succes ermee. Wat telt die everyone? Yeah. Ja, dit is niet goed, denk, maar ik denk iets van The Greatest of All of zoiets. Nee. Ja, ik weet het niet. And everyone telling you. De volgende 2 punten. Ik denk dat Matt deze wel moet weten. Als de memes dan weet nou, ik dan ga ik er vast voor zitten. Ja, ja, dit is letterlijk zijn nummer. Dus ja. Ja, maar dit is ook, je hebt een refrein met, en dat begint nu gewoon. Moet gokken? Gucci Gang. Ik ga niet luisteren. Dit had ik als enige niet geweten, dit stuk. Helaas, Matt, weer geen punten. Je eigen nummer, hè? Volgende, 2 punten. Kerstmis is gekomen. Fout. Christus is geboren. Ook fout. Klink, klokje, klink. Dat had ik al gehoord, dankjewel. Oh. Zo! Poeh! Nog steeds 6-4. 2 punten. Twee punten. De ene laatste dus. Oh, de ene laatste. Ja.
Doe ik dat? Ik weet het niet. Hoe begint die? Ik gok die gewoon met de refrein begint, gewoon laat je gaan. Nee, het is als je doet. Daar begint hij zo. Ja, klopt. Dan ben je trouwens. Oh, we zijn van Egypte. Als ik je aanraak, moet je niet bang zijn, geef je helemaal. Fout, allebei. Zijn jullie klaar voor de allerlaatste? Ja, en in principe sta ik dus 2 punten voor. 3 punten. Oh, oké, dat is heel opvallend. Ja, ik ga ervoor, ik ga gokken. Ik vies naar huis voor die kerstfeest. Ik ga er gewoon voor. Nee, dit, alles of niet, jongen. En wat denk jij? Yeah. Nou, dan heb ik geen keuze, toch? Dan moet ik zeggen, I'm driving home for Christmas. Wat moet ik dan zeggen? Komt die. Het is omzet die, dat kan niet anders. Kom maar. Ja, dit is precies dezelfde versie als de hele. Ik heb veel te lange intro. Ja, tuurlijk, ja. Oh, knap. Oh, wat moeilijk. Yes. Ik kan niet wachten op die chickies. Ja, dit is goed gedaan. Ja, dit is wel heel goed gedaan. Matt, jongen, van harte gefeliciteerd met je pakket. Komt hier iets uit nu? Kat! Nee, er komt niks uit. What the fuck? Heb je eigen kerstcadeau dan gegeven? Wat is dat voor mooie ding in? Appels! Wow! Wat is die eigen kerstcadeau van vorig jaar? Wat? Er zit ook nog iets anders leuke ding in. Een fles pasta. Dit is van vorig jaar jouw kerstcadeau. Ja, maar wel met nieuwe items erin, hè? Heel kerstmerk dit ook. Ja. Mag ik die echt hebben? Zeker! Mag ik die hebben? Ja. Oh mijn god. Ben je blij met je cadeau? Ja, ik ben echt heel blij. Zit er nog wat in? Snoes? Wat is dit nou weer? Kaviaar. Kaaspuntjes. Die zijn heel kazig hoor, deze, kan ik je vertellen.